Examen VWO 2017 tijdvak 1, de protonenweegschaal. Lees eerst weer even alles door en belangrijk, kijk eventjes naar welke gegevens zitten erin. Ja, verzamel de gegevens die in die tekst zitten. Druk dus eventueel op pauze. Nou, de gegevens zijn natuurlijk de massa van het nanobuisje, 6,2 keer 10 tot de macht min 22 kilogram. De grondfrequentie in gigahertz, de lengte van de snaar, ja, en je hebt hier ook nog de diameter van de ingeklemde snaar, 1,7 nanometer. Die zaken die ga je dus even op een rijtje zetten en dan heb je het zonder het hele verhaal eromheen. En de vraag die hierbij hoort is bepaalde golfsnelheid in het nanobuisje, dus V wordt gevraagd. Nou, V, natuurlijk gebruik ik daar de belangrijkste formule voor die bij trillingen en golven bestaat. V is lambda keer F. En dan zie je dus, het is puur een kwestie van invullen. F is 1,86 gigahertz. Die lambda moet je nog wel een beetje over nadenken, want het is een staande golf, de grondfrequentie. En je ziet dus dat dit hier is een halve golflengte. Ja, nou, als dit een halve golflengte is, dan is één golflengte natuurlijk het dubbel daarvan. Dus lambda is 2 keer die 150, is 300 nanometer. Invullen, let wel op, juiste eenheid. Dus giga is 10 tot de macht 6, nano is 10 tot de macht min 9. Dus V is, nou, daar staat het, en je komt op 558 meter per seconde. De punten. Inzicht dat dus die golflengte, ja, de dubbele is van die 150 nanometer. Gebruik van de formule, en let op, het gebruik van de formule is niet alleen het opschrijven, maar ook in ieder geval één van die twee dingen invullen. En tenslotte completeren van een bepaling. En dat is bijvoorbeeld juist gebruik maken van die giga en de nano, significantie, eenheden, etc. etc. We gaan verder. Eerst weer even de tekst doorlezen. Het gaat vooral natuurlijk om de formule. En kijk ook eventjes wat is iedere term van de formule. En de vraag hierbij is, komt overeen met dit? Ja, de formule, dat is belangrijk. En natuurlijk even de twee opdrachten. Nou, wat gebeurt er als je zich deeltjes vasthecht aan het nanobuisje? Nou, wat er in ieder geval niet gebeurt, is iets met deze twee. Want ja, deze twee blijven constant, stond ook bij de formule. F0 is gewoon de grondfrequentie van het nanobuisje aan het begin. En m nano is dus de massa van het nanobuisje kaal. Wat er wel verandert is natuurlijk delta m. Ja, want als er deeltjes zich vasthechten, dan zal dus die delta m groter worden. Steeds groter en groter. Oftewel, die delta f die zal dan ook steeds groter worden. Het gaat nu om het minteken. Omdat er een minteken is, wordt delta F misschien wel groter, maar steeds negatiever. En betekent dus dat die steeds kleiner en kleiner wordt, de frequentie. De frequentie neemt steeds meer af, omdat delta F negatief wordt. Dat is opdracht 1. Opdracht 2, de golfsnelheid. Nou, dan kom je weer bij die formule terecht. V is lambda keer F. Je moet iets over V vertellen. En je kijkt dus van wat gebeurt er met die 2 aan de rechterkant. Ook hier, de golflengte is hetgene wat constant blijft, want de lengte blijft constant. Dus het heeft met de frequentie te maken, de frequentie neemt af, dus zal ook de golfsnelheid afnemen. En dat is opdracht 2. Punten, 1 punt voor het juiste uitleg over het minteken in de formule. Let op, je krijgt ook een punt. Inzicht dat de golflengte constant blijft. Dus het is niet alleen dat je die formule moest gebruiken en zeggen van hey, F neemt af, dus ook V neemt af. Je moet ook aangeven van ja, maar wat gebeurt er met die andere termen in de formule? Vergeet zoiets niet. En tenslotte het completeren van het antwoord weer. En we gaan naar de volgende vraag. Weer een stukje tekst, dus weer even goed lezen. Die hele tekst is eigenlijk één gegeven. En dat is de massa van een molecuul naftaleen. Men laat naftaleen op
de snaar vallen. En er is een diagram bij. En dit diagram, wat is het? Nou, er wordt 10 seconden lang gemeten. Dat staat dus hier ongeveer. Ja. En iedere keer wordt gemeten, wat gebeurt er met delta F? En je ziet dus, in het begin is delta F 0. Dat betekent dus dat er nog geen enkel molecuul op de snaar komt. Hier, na een seconde of drie, komt het eerste molecuul blijkbaar op de snaar. Oftewel, delta F wordt een klein stukje negatiever. En iedere keer zie je dus dat er weer een molecuul bij komt. En iedere keer wordt delta F negatiever. En gevraagd wordt nou van, laat zien dat delta F uit het diagram overeenkomt met delta F uit de formule. Nou, dan moet je eerst even kijken van delta F diagram, hoe groot is hij? Ja, dus dat is deze ongeveer, want hij begint bij 0 en hij eindigt hier, hè, ongeveer daar. En dan kom je op een delta F van ongeveer 1,6 MHz en natuurlijk wel min 1,6 MHz. Formule erbij. Ja, en voor de formule heb je natuurlijk de massa nodig. Massa 5 keer 1 molecuul. En dan gebruik je die 128 U. U, atomaire massa-eenheid, gebruik je Binas tabel 7. En daar staat dat 1 U is 1,66 keer 10 tot de macht min 27 kilogram. Dus verwerken. En dan weet je dus van, hey, de totale massa die erop komt is 1,06 keer 10 tot de macht min 24 kilogram. En dat vul je dus in die formule. En delta M, wat daar staat, de massa van de nano, die stond al helemaal aan het begin van de opgave. En als je dit uitrekent, dan krijg je inderdaad exact min 1,6 keer 10 tot de macht 6 hertz. En natuurlijk wel eventjes vergelijken met die ander. En zie je van, hé, het komt overeen. En je hebt de punten weer verdiend. Ja? Let op, hè. Je kunt hier zelfs een punt krijgen als je die formule gebruikt die je zo net cadeau hebt gekregen. Dus je eerste punt, nou, die heb je inderdaad redelijk makkelijk verdiend. Dit komt ook vaak voor. Hè? Als massa 1 U wordt gegeven, dan omrekenen kilogram. Dus als zoiets hier, hè, in een opgave staat, altijd gewoon eventjes omrekenen kilogram. En dan heb je alweer een punt verdiend. En computeren. En dit is ook belangrijk, aflezen van de grafiek. En daarna de conclusie erbij. Vergeet natuurlijk dat ook niet te doen. In de volgende vraag wordt nog even gekeken naar het diagram. Want in het diagram, hè, waren deze stapjes niet iedere keer heel gelijk. Kijk hier, zijn ze praktisch gelijk voor en na. Dit stukje is weer kleiner dan dat stukje, et cetera, et cetera. En dat heeft te maken met dit. Nou, en er staat hier, hè, een figuur waarbij delta F is uitgezet tegen de positie X. En gevraagd wordt van, verklaar nu waarom die stapjes van delta F hier niet steeds iedere keer dezelfde grootte hebben. En dat moet je doen met behulp van dit diagram. Nou, op zich niet zo moeilijk. En sommige vragen zijn eigenlijk te makkelijk dat je denkt van ja, maar doe ik dat wel goed. Maar nu is het echt wel zo. Want als je dus naar die rechter grafiek kijkt en je gaat bijvoorbeeld of daar zitten als molecuul, dan zie je dus inderdaad dat die delta F echt verandert met de plek waar zo'n molecuul terecht komt. Nou, en zo'n molecuul komt natuurlijk op diverse plekken, kan niet terechtkomen. En dus zullen die stapjes ook diverse waarden hebben. En in feite heb je dan nu al de twee punten verdiend die hiervoor staan. Ja, dus niet denken van nou, het is te makkelijk. Ja, soms zijn die vragen inderdaad redelijk eenvoudig. En we gaan naar de laatste vraag van deze opdracht. Gaat weer over het diagram. En er wordt gekeken van ja, die delta F is in feite niet constant. Ja, zelfs niet als er geen molecuul op komt. Ja, je ziet hier inderdaad dat er zogenaamde ruis op zit. En de vraag is van ja, maar heeft dat misschien dusdanige consequentie dat je niet één proton kunt meten? Oftewel gevraagd wordt van, is dat nu wel of niet mogelijk hier? En er staat een tip bij, je moet eerst een nauwkeurigheid bepalen die nodig is voor één proton. Nou, wat is nauwkeurigheid voor één proton?
Weer gebruik je die formule. En voor delta m gebruik je dus dan de massa van één proton. En die staat natuurlijk weer in Binas tabel 7. Het is eigenlijk gelijk aan 1 u. En daar staat hij. Invullen alle gegevens. En dan kom je dat delta f is min 2,5 keer 10 tot en met min 3 megahertz. En eventjes, dat is dus 0,0025. En dan zie je dus dat eigenlijk hier verdwijnt in die piekjes en dalen. Ofwel, als er één proton opvalt, dan zal het nauwelijks waarnemer zijn in de delta f. Of nauwelijks, niet waarneembaar. Hè? Je kunt gewoon zeggen, ja, maar dat is gewoon onderdeel van de ruis. Oftewel, je kunt het helaas niet meten met deze protonenweegschaal. Punten. Inzicht dat je voor delta m de protonmassa moet doen. Inzicht dat delta f, en zij gaan vergelijken het met de massa van een naftaleenmolecuul. Ik heb het gewoon opnieuw berekend. Hè, en beiden is om eerlijk te wezen even goed. En daarna inderdaad natuurlijk vergelijken van die delta f met de ruis. En de juiste conclusie, en in dit geval is dus de conclusie, dat deze weegschaal niet geschikt is voor protonen. En dit was, zoals gezegd, de laatste vraag. Dus we sluiten af. Bedankt voor het horen en wellicht tot horens.